Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Remoor en vandaag gepot met Wim. En Wim gaat in deze T6, gemaakt door het ministerie van Mods. Is hij al gereleased? Nee, dat is hij nog niet. Kun jij die krijgen? Ja, dat kan wel alvast als je een beta wilt testen. En dat kun je doen door geen Patreon meer te worden, maar wel op de ministerie van Mods Discord even te joinen. Linkje staat in de beschrijving. En daar via die weg kun jij een eenmalige betaling doen en dan kun je in ieder geval al toegang krijgen tot de work in progress zus dingen, iets die ze al hebben gemaakt, waaronder de T6, maar ook een hele vette ambulance die jullie ook al hebben gezien op mijn kanaal. Dus ik zeg toen, daar komt een gestolen voertuig voorbij. Hopelijk wordt er snel een melding van gemaakt, want voordat ik ben ingestapt en erachteraan ben gereden is hij al weg, dus gaan we niet achteraan. Wat ik wel nog moet gaan doen is, ik praat heel snel, hè? Merk je leuk, ik merk het ook, ik heb geen Red Bull of iets op. Ik moet even zorgen tot ik in ieder geval mijn wapenstok heb, want dat was ik alweer vergeten. Maar ik heb er in principe wel al aan gedacht, of ik ben alweer een stukje verder, dat ik namelijk inmiddels wel weet dat je het kunt aanpassen. Maar hoe weet ik nog niet, dus ik zorg even dat de Glock, want die hoeven wij in principe niet, weer weg is. De shotgun, ja die hoef ik ook niet, maar die komt toch wel terug. Dus we hebben nu een Walther P99, een taser, een zaklamp en wapenstok. En hopelijk een brandblusser, nee die hebben we ook nog niet. Die gaan we ook niet nodig hebben, maar we gaan hem toch maar even erbij pakken. En dan zijn we klaar om de straat op te gaan. We zijn ingemeld, de meldingen zijn er echter nog niet gekomen. Begin misschien rustig. We gaan even voertuigcontrole doen en dan kunnen we vertrekken. Zo, we zijn klaar met voertuigcontrole. En dan gaan wij lekker de straat op. Er zijn wat nieuwe call-outs toegevoegd in game, dus ik ben benieuwd of we die ook vandaag gaan treffen. Treffen we ze niet, dan zorg ik er wel voor dat we ze gaan treffen, dus komt helemaal goed. En in ieder geval beginnen met de patrouille en kijken wat de dienst ons gaat brengen. Citizens reporting, medical aid requested. Rijdt alsjeblieft prio 1. Eerste prio 1 melding van de dienst is een ongeval met letsel. Beknelling onbekend. Oh, ze gaan knokken. Geloof ik. Hoi, blijf even staan meneer. Hoi, kom maar even hier. We hebben trouwens een GoPro om, hè. Gemaakt door Daan. Shout-out naar Daan. Hoi, blijf even staan. Wat is er gebeurd? Alles oké met jullie? Met jou dan, in dit geval. Mijn rug doet een beetje pijn, maar ik denk dat het wel oké is. Nou, denk ik dat niet als je pijn hebt. De man daarachter roept, nee, ik ben niet oké. Wacht even. Nee, hey. Gasten, kom nou eens hier. Jullie gaan niet vechten. Ik weet niet. Meewerken. Kom op. Anders zorg ervoor dat je rug dadelijk pijn doet. Stoppen nu. Hey. Oké, nou wat een man taser inzetje. Wie niet luisteren wilt, wilt voelen. Wat nou, wie niet luisteren... Jij ook. Jullie gaan gewoon beide even naar het bureau mee. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar ik zei hem verkeerd. Wie niet luisteren wilt, moet voelen. Ik zei geloof ik wie niet luisteren wil, wil voelen. Maar dat klopt niet helemaal natuurlijk. Jij bent aangehouden. En jij bent ook aangehouden. Jij gaat gewoon even met mij mee. Jullie gaan beide gewoon even met mij mee. Puur om even uit te zoeken wat hier allemaal aan de hand is. Want de emoties liggen en zitten blijkbaar nog hoog. Dus ik ga er nu niet achter komen wie wat heeft gedaan. En ik weet niet of ik een eerlijke antwoord ga krijgen. Assistentie.
In ieder geval een flinke aanrijding geweest. Dat is wel één ding wat zeker is. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Even kijken of er takenwagens komen. Eén collega vraagt om een assistentie. Eén verdachte is al opgepikt. De andere wordt ook zo opgepikt. Zo. Ook hoi Audi. Nou. Ja, moet je geloof ik niet touwservice hebben, maar touwtruck. Dan komt hij tenminste wel. Zo. Komen twee takenwagens. En wij ronden hier het incident af en we gaan weer met vervolg. Ze moeten wel nog even laten of gaan blazen op het bureau. Dat heb ik ze allemaal niet laten doen. Ik stond er alleen voor met twee vechtende mannen of in ieder geval eentje die vocht. Meer handig als je eentje van de landelijke eenheid achter je hebt en nog een noodhulpbusje. Dan vraag je er natuurlijk om even een volgtekentje te krijgen. Kom maar. Moet je rijden ook nu? Je hebt de groen. Kom op dan. Goedendag meneer. Hey. We gaan een rijbewijs van u zien meneer. Ik ga even controleren. Die is verlopen, dat is niet mooi. Weet je dat je rijbewijs is verlopen? Hij zegt, ik dacht alleen dat je rijbewijs moest verlengen als je uiterlijk was veranderd. Nee, dat is natuurlijk niet zo. En waarom die burn-outs? Wat de fuck gaat jou daar dan? Meteen een toontje, hè? Goed, je gaat. Driving on an expired license. Of, dat is gewoon expired license. En ik weet niet of burn-out hierbij stond. Ik geloof het niet, hè. Het is gewoon careless driving. Hoppakee. Wat pittige. Krijgt twee bekeuringen van mij, mag uitstappen. Mag in ieder geval niet verder rijden. Ik ga ze even uitschrijven. Ja, dat dacht ik toch ook. Ja, precies. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have a disturbance on Heritage Way. We gaan even naar een meldingje van een persoon die op een terrein loopt en hij wil het terrein niet verlaten. Hij mag daar blijkbaar niet komen. Dus dan gaan we even kijken of die persoon daar wel weg krijgen en eventueel moet aanhouden. Wilt hij niet luisteren? Dus gaan we even naartoe. Niet met spoed, tenzij de situatie verandert. Maar dan zal de meldkamer vast wel weer een belletje krijgen. Of ja, ik denk ook dat dat gewoon standaard is wat een politiemeldkamer zegt. Van mocht de situatie veranderen, bel gewoon meteen 112 terug. Dit wil ik nog gewoon even laten zien. Zag er wel verder uit. Zal ik iets pakken? Ja, we hoeven niks te pakken eigenlijk, hè? Maar goed. Ik moest geloof ik op de Griekse ei. Oké, dus deze gast zegt bedankt voor... Oh, wacht even. Ja, oké, duidelijk. Ik zal het zo vertalen. Ja. Ja, goed meneer. Ik ben bij deze wel aangehouden. Ze gaat even met mij meewerken. Mag even omdraaien. Hand op de rug doen. Ga je meewerken of moeten we het moeilijk maken? Nee, niet de security guard. Oh my god. Nee. Oké, ja, wacht maar even. Gaat voor keigoed hier. Ik merk het alweer. Yep. Jou moet ik hebben. Ja, jij bent aangehouden. Je gaat even met mij mee. Je mag even omdraaien, hand op je rug. Ik ga je handboeien omdoen. En ik vraag even mijn collega of hij jou even kan komen ophalen. Even hem losmaken. Ja, hij was namelijk niet de bedoeling dat jij werd aangehouden. Maar dat snap je vast ook wel. En voor jou. Ik ga je nog even fouilleren. Heb je nog dingen bij je niet bij mag hebben? Ik zou het maar beter zeggen. Anders krijg je dadelijk een wapenstok in je... Wapenstok in je nek.
Zo, ging soepel hè. Het gaat echt soepel vandaag. Nou ja. Nou goed, dat is zijn recht om dat bij te hebben. Ik zou het zelfs niet meenemen, maar ja, wie ben ik hè. Zo. Goed, wat was het verhaal? We komen hier aan. De beveiliger zegt van agent, bedankt voor het komen. Deze persoon hier die was betrapt tijdens het stiekem rondkijken hier op het terrein terwijl er een filmshoot bezig was. Die persoon zegt erop, nou dat is niet waar agent, ik heb gewoon toestemming gekregen om hier te lopen. Echter zegt de, hoe heet die gast, de security guard zegt weer van ja, nee dat is dus niet zo, want ik heb jou gewoon meerdere malen gevraagd het gebied te verlaten en dat heb je niet gedaan. Waarop Wim zegt, nou luister, omdat je meerdere malen bent verzocht het gebied te verlaten en omdat je dat niet hebt gedaan, ben je bij deze wel aangehouden. Nou, en vanaf dan hebben jullie natuurlijk gezien wat er verder gebeurde. Hij is dus aangehouden en hij gaat met mij mee naar het, of met mijn collega mee naar het bureau. Hij is gefouilleerd, hij had alleen een deel erbij zich. Ja, nogmaals, dat is voor hem zijn keuze. Dat moet hij zelf weten. Maar, nee, wat ga je nou bij mij erin zetten, joh gek? Wij gaan in ieder geval weer door. Mogelijk huiselijk geweld melding. Ik weet niet hoe ernstig de melding wordt ingeschat. Krijgen we helaas niet van de meldkamer te horen. Dus we gaan een beetje wel spoed erachter zetten. Dat het nog gaande kan zijn. Ja, hier kunnen we echt niks anders dan even wachten. Maar ja, huiselijk geweld, dat is natuurlijk iets wat redelijk veel voorkomt in Nederland. En grotendeels van de tijd hebben we het waarschijnlijk nog niet eens door. Dat het ook gewoon bij familie en vrienden misschien wel gebeurt. En buren. Dat verwacht je natuurlijk niet zo snel. Maar het gebeurt wel. Nou ja, als de buren en of iemand anders het, het dan wel merkt, dan lijkt het me wel verstandig dat je, als het echt niet anders kan, de politie belt. Je kunt er geloof ik ook gewoon een echte tiplijn voor bellen. Meld misdaad aan, meld huiselijk geweld ofzo, dat kun je gewoon bellen, meen ik. Ook naar kinderen natuurlijk. Daar zijn reclames van op tv, is dat niet sieren, denk ik. Maar ja, het komt dus nogmaals vaker van dat we denken. Waar wachten we nu op? Ja, eigenlijk netjes op rood licht, maar nogmaals, dadelijk wordt iemand in elkaar gemapt met een hamer of zo. En dan komen wij er lekker maar om ons doduwmakje aan. Aan de ene kant hadden we anders wel van de meldkamer te horen gekregen tot het snel moest. Aan de andere kant weten we echt niet wat we daar aantreffen. Traf hier een voer te gaan met gele verlichting eronder, maar dat mag niet. Dat hebben ze allemaal een beetje, hè? Maar komt nu door de zon geloof ik. Maar deze heeft het duidelijker. Zo, daar zijn we dan. Ik zie een mevrouw hangen en een meneer staan. Even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Gedag, oh meneer, ik wil even door die hamer direct laten vallen. Even neerleggen. En geen rare dingen doen. Ik heb mijn taser, ik ga hem gebruiken. Ja? Ik wil die hamer even neerleggen. Wees wel even aangehouden. Ik wil je even onderzoeken. Wat hier allemaal gaande is. Oké, even hier blijven staan. Goedendag mevrouw, wat is er allemaal gebeurd? Hallo, kun je me vertellen wat er is gebeurd? Mijn man kwam thuis, hij was een beetje sipjes van het werk. Kun je me vertellen wat daarna gebeurde? Hij was ineens weg naar de garage en hij komt terug met een hamer. Oké. En heeft hij jou aangevallen ofzo? Toen hij terugkwam? Ja, dat heeft hij gedaan. Oké, goed. Nou, nogmaals, dan is die man bij deze dus aangehouden. Oké, dankjewel, dat is alle informatie die ik nodig heb, zegt Wim. En jij blijft staan. Ik ga even tussen staan voordat die mevrouw nog aanvalt. Hallo? Heb je nog dingen bij je niet bij mag hebben? Ik ga even fouilleren. Die mevrouw heeft blijkbaar geen, die belt zelf wel familie ofzo. Ze heeft verder geen ambulance nodig. Even een pen bij, een
Sippolite. Weet ik even niet wat dat is. Ook weer zo'n seksueel speeltje. En Rusty Spoon, geen idee wat dat is. Maar het is semi-illegaal geloof ik. Het mag niet helemaal. Goed meneer, ik ga u overbrengen naar het bureau. Op basis van mishandeling. Een collega vraagt om uw assistentie. Ja, verboden wapen zit niet echt in de helm, dat mag je vast hebben. Maar ik wil het in deze situatie gewoon aangehouden. Kom de transporteenheid deze kant op en dan ga ik jullie alvast bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn met de ambulance, welke ambulance van Rotterdam, dan weten jullie dat alvast. En nou, tot dan.